alle mensen uit heel Nederland die natuurlijk naar Amsterdam gekomen zijn. Ook ik ben hartstikke trots op jullie. En we hebben een aantal toespraakjes gehad. En ik had beloofd, ik wil wat zeggen over jeugdzorg. Of beter gezegd, criminele jeugdzorg. Want dames en heren, ze zeggen wel dat ze voor de kinderen er zijn en het belang van de kinderen bovenaan stellen. Maar het is precies omgedraaid, hè. Ze stellen hun eigen belang bovenaan en de kinderen worden vertrapt. Dat is de waarheid, dames en heren. Jeugdzorg, het houdt niet op, niet vanzelf, daar moeten wij voor zorgen. Red de kinderen van de beesten. Weg met de criminele jeugdzorg, alstublieft. Ja, toch? Oké. Nou, wil ik het toch een beetje luchtig houden. En ik dacht, we zijn in Amsterdam. Dus dan gaan we maar een beetje volkssfeer erin brengen. Dus misschien kunnen we alvast een beetje oefenen zo, dat we een beetje heen en weer gaan draaien. En het refrein gaat als volgt. En we hebben een heesje, een gele kleur, ja. We hebben familie met geel ideaal. En ben je een keertje bij ons in de buurt, ja. Kom dan bij familie. Gerust allemaal. Ja, mijn excuses voor mijn zangtalenten, want sorry. Maar dat hoort toch bij Amsterdam een beetje volkse gezelligheid. Nou, ik hoop dat jullie zo het refrein meedoen. Ik probeer dit zo goed mogelijk te doen. Nelis en Leentje, dat waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Zij wilden graag anders, maar wisten niet hoe dan. En daaraan had Leentje geweldig de pest. Maar op een dag toen moest het gebeuren. En ze gingen naar Moken, het was wel een reis. Maar het kon ze niet schelen, ze waren erbij nu. En legden hun hartje bij ons op het plein. En we hebben een heesje, een gele van kleur, ja. We hebben familie. Met geen ideaal. En ben je een keertje bij ons in de buurt, ja. Kom dan bij familie. Daar is allemaal. En op die middag zei eindelijk Nelis. Nu snap ik Leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn hand in mijn haar. Er zit een rat met een puist in Den Haag. Het land al verpest en onze toekomst verkeken. De kans op verzuipen die wordt echt te groot. Komt dan in een opstand op rotten met Markie. Samen van sterker dan het gaat niet van kut. En we hebben een heesje. Een gele van kleur, ja. We hebben familie met geen ideaal. En ben je een keertje bij ons in de buurt, ja. Kom dan bij familie. Er is allemaal. We zullen ons land weer de helling optrekken. En daar stoppen wij heel vakkundig het lek. Markie kan dan zijn biezen gaan pakken. Het Nederlandse volk ergert zich veel aan die gek. Maar ze stonden niet lang bij ons op de dam hier. Ze kwamen een smeer zo heen met een pet. Hij zei, jullie moeten hier wegwezen mensen. Jullie hebben ook Moken met dat kleurtje besmet. En we hebben een heesje, een gele van kleur, ja. We hebben familie, met geen ideaal. En ben je een keertje, bij ons in de buurt, ja. Kom dan bij familie. Er is het allemaal. Dames en heren, we laten die bij. Oh nee, ja, we laten die erbij. Dankjewel. Gele hesjes Amsterdam. En gele familie.